Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schouwen en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 28 hier in Japan. We gaan alweer richting het einde van seizoen 2. Het gaat al hard. Nice. Maar heb je die vorige video in Singapore gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dan kan er even over het i'tje. Klik erop. En dan zal die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele video race, is het eigenlijk, races meer van mij mist. We gaan lekker met de abonnees, we gaan lekker met de video's. Dus vooral blijven aanhaken, zou ik zeggen. Maar goed, Japan. De thuisrace van de Honda motor. En in Singapore hadden wij een versere motor gepakt. Daardoor konden we ook naar de punten rijden. Spoiler alert. Dus dat feest heb ik alweer verpest. Hopelijk kunnen wij ook in deze race misschien iets doen. We gaan gewoon beginnen voor aflevering nummer 29. Hier voor de kwalificatie. Er zijn gelukkig updates meegenomen. Kijken wat die kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel in Suzuka. Opvallend, hier staat gewoon nog de Honda sponsoren op. Ook al is Honda bij wijze van spreken uit de Formule 1. Opmerkelijk. Maar goed, kijken of wij door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren, maar ik ben er bang voor. De auto is nog niet 100% waar we moeten zijn. We zijn trouwens wel gestegen en klimmen weer richting Williams. Einde van Q1. Als we daar Lewis Hamilton op onze staart hebben. Hij wou ons gaan inhalen, maar dat lieten wij niet toe. Dan komen wij aan bij start-finish en dan laten wij een zevende tijd noteren. Hamilton snelste van allemaal. En dan laat ik daar Lewis Hamilton voorbij. Is daar een beetje chaos. En dan zijn we aanbeland bij de tweede run. Op een nieuw setje banden. Ik wil graag, want iedereen rijdt nu de pitstraat uit, dus ik wil vrij baan hebben. Zorgen dat wij van niemand last hebben. Rustig aandoen. Gele vlag op het hele circuit. Sorry. In sector 2 en 3. En groene vlag wordt gezwaaid. We kunnen weer voluit pushen. Iedereen kan voluit pushen. Alleen dan heb ik daar helaas iemand rijden die daar mijn run verstoort. Dit is nogal jammer. Het is een Alfa Romeo. En dan laten wij die Alfa Romeo van Schwarzman, was het trouwens, die laten wij niet voorbij. Daar heb ik geen zin in. Raken elkaar daar meerdere keren. Ik ben gewoon een beetje boos op de Rus. Hier moet ik hem dan helaas wel voorbij laten. En wat doet Gasly daar in hemelsnaam? Wat doet Pierre Gasly? Die is niet goed bij zijn kop. Rare wereld. Rare game. Maar goed, dat betekent, we hebben Gasly voor ons terwijl wij een snellere run willen gaan inzetten. En hebben hier last van de Fransman. Dat is jammer. Dan op de een of andere manier zijn wij toch met een verbetering bezig. En dan komen wij van de laatste plek naar de laatste plek. Nou, oké. Okay. Uitslag van Q1. Charles Leclerc het snelste, Sainz tweede. En wij starten dus als laatste op de... Daar staan wij op de grid. Yuki Tsunoda voor de thuis... voor zijn thuisrace door naar Q2. Maar dit is een beetje teleurstellend. Hopelijk kunnen we er iets meer van in de grote prijs van Japan. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 29.
Welcome along then to the magnificent Suzuka International Circuit, a stone's throw away from Issei Bay in the beautiful Japanese countryside. What surprises lie in wait for us today in the Japanese Grand Prix? 18 corners make up a lap of the incredible figure of eight Suzuka circuit, with 10 to the right and 8 to the left for a distance of 3.6 miles. Average lap speeds around here are fairly quick, and if it stays dry, expect it somewhere in the region of 136 miles per hour. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Lando Norris will lead us away from pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Looking down the rest of the grid, we have Russell, Leclerc, Fernando Alonso, and Ocon, Sainz, Stroll, Schwartzman, and Guan Yu Zhou, Hamilton, Ricciardo, Daniel Tictum, and Mick Schumacher, the Professor, Albon, Pierre Gasly, and Yuki Tsunoda, Richard Vasseur, Verstappen, Magnussen, and Nicholas Latifi. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's have a chat about McLaren. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Na de puntenfinish in de vorige race moeten wij dit momentum zien mee te nemen in de grote prijs van Japan. Soft, hard is de geplande strategie. Neem extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. Daar gaan we gewoon beginnen voor de formation lap. Starten het vanaf een P15 omdat mensen gridstraffen hebben gepakt. Dus dat is wel nice. Alles opwarmen, zegt Mark Priestley of Priestley. Ik noem hem maar gewoon Priestley. Of Elvis. En ja, dan is het zometeen tijd voor de grote prijs. Tijd om te zien hoe goed wij weg kunnen komen bij de startprocedure. Daar zijn we inmiddels ook op aanbeland. En rollen hem gewoon rustig de grid in. Jazeker. En dan gaan we beginnen voor aflevering nummer 29 van F1 22. My Team Karemo, de lampen aan voor de grote prijs van Japan. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen matig weg. Flink wat wielspin te pakken. En twee posities al verloren aan Stroll en Tsunoda. Tsunoda verdedigt die binnenkant. We moeten naar de buitenkant kijken. En pakken daar ook misschien Lance Stroll via de buitenkant. Jazeker. Meer snelheid meenemen. Lukt dat? Dat lukt zeker. En dat is P16. Jazeker. Goed gedaan in de aantal beginbochten. Maar hier gaat het helaas mis. Stroll tikt mij aan. En dat is geen bak. En we staan dus helaas laatste. Na een aanvaring met Lance Stroll. En alle voorsprong is weg. Nou weet ik dat iedereen zometeen de rest gaat ophouden. Iedereen houdt elkaar op. Dus we kunnen wel makkelijk naar Latifi toe rijden. En Verschoor knokt met Latifi. Hier een herhaling wat er is gebeurd in de eerste ronde. Wat er toen net speelde. Wij dachten hier Stroll mooi te hebben. Jazeker. Maar dan schiet ik hier wat door. Stroll ziet een gat. En die verdwijnt in één keer. Stroll tikt mij aan en ik beland in de grindbak. Interessant. Heel interessant. Dat is er dus gebeurd. Zo money, ziet Lance Stroll money, het. Money, 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 money. Ja, het is gewoon een raceongeval. Een raceongeval, daar hou ik het gewoon bij.
En ja, dat is wel jammer. Dan zitten we in ronde nummer 2 van de race. Als we daar Latifi probeerden in te halen in 130R, lukte niet. Hier dan aan de binnenkant kijken. Dat lukt wel en dat is P21. De volgende heet al mijn teamgenoot Richard Verschoor. Ja, en Latifi die is in 2023 niet meer van de partij. Hij wordt vervangen door zeer waarschijnlijk Nick de Vries. Snap ik ook wel, want ja, Williams heeft het geld er niet meer nodig. Palatifi kan de tent uit. En Verschoor is hier ook gezien. En wij hebben P20 in handen. Jazeker, twee plekjes weer gewonnen na dat incident met Lance Stroll. En dan zitten we in ronde nummer 4 van de race. Het gaat lekker tot nu toe. We moeten het tempo zien hoog te houden. En zometeen Kevin Magnussen inzien te halen. Zitten we in ronde nummer 7 als we daar Max Verstappen hebben. Die heeft een grip penalty gepakt. En was dus helemaal van achteraan begonnen. We kijken bij onze landgenoot. Hier dan aan de binnenkant, jazeker. En Max ziet dat. En laat gelukkig ruimte over. Wel leuk, drie Nederlanders rijden achter elkaar. Dat is heel leuk, drie Nederlanders achter elkaar rijdend. Dat zie je maar zelden. Maar in My Team Remote kan alles. Dus ja, dat is wel vet om te zien. Dan zit in ronde nummer 9 als ik naar binnen duik. Want de rest achter mij, wat is het? Ja, die moet nog naar binnen. Maar sommige mensen zijn al naar binnen gedoken. En wij gaan proberen om een undercut op Verschoor te plegen. En een overcut op bijvoorbeeld Albon te plegen. Goeie pitstop, 2,3 seconden, maar ik denk dat we helemaal weer op de laatste plek belanden. Jazeker, laatste plek voor ons in ronde nummer 10. Nog 17 rondes te gaan in de race. Maar ik had het gat naar Magnussen groter verwacht. Het gat is maar 1,1 seconde. En wij rijden op versere harde banden. Weet wel dat deze banden nog kei koud zijn. Dus ja, daar kunnen wij last van krijgen gedurende deze ronde. Dan zitten we in ronde nummer 13 van de race. Als we daar Latifi hebben. De GOAT. Hij rijdt voor onze neus en wij proberen hem hier aan te vallen. Hier dan, aan de buitenkant. Meer snelheid meenemen. Dat lukt op een hele mooie wijze. En dat is P21 in ronde nummer 13. Jazeker, door naar Kevin Magnussen. Maar dat gat is al 4,7 seconden. Dat wordt groter en groter. En dan zitten we in ronde nummer 14 als we daar Richard Verschoor hebben. Die komt voor ons weer de baan op, maar heeft koude banden. En wij kunnen al direct naar hem toe rijden. We kunnen ook veel later remmen, zie ik. En hier dan weer aan de buitenkant. Lukt dat? Nee. Dan hier proberen, hier aan de buitenkant. Meer snelheid, weer meenemen en dat is P20. Jazeker, doen het goed. En nog 13 rondes te gaan in de race. Prima, race tot nu toe dan. Na die spin met Lance Stroll. Goed verhaal. En dan zitten we in ronde nummer 22 als het daar geel is, want een Red Bull valt uit in de S-secties. Dat is Sergio Perez volgens mij. Jazeker, Perez uitgevallen in de race. 0 punten voor de Mexicaan en Max reed al niet in de punten. Dus een pijnlijke dag voor Red Bull. Een pijnlijke dag voor Honda. Ja, niet voor ons. Ja, ook voor ons, want wij rijden ook stijf achteraan. Dus ja, Honda heeft gewoon een baaldag. Hier is wat er is gebeurd met Sergio Perez. Motorisch probleem? Motorisch probleem. Jammer, jammer, jammer. En ja, dan is er niet zoveel meer gebeurd. Lando Norris gaat hier de race winnen. Pakt zijn allereerste overwinning in F1 22 My Team Career Mode. Wij gaan ondanks die spin toch nog als 19e finishen. Verschoor probeerde het nog, maar dat mislukt. We mogen ja, niet tevreden zijn. Hadden hierop veel meer gehoopt.
Helaas, pindakaas, op naar de volgende race en kijken wat dat dan gaat worden. En dat is het einde van de race. See you in Parc Fermé. A tough race at times, but they've held on to take a great victory for McLaren today. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today. And look at that, they're making their way out onto the podium now. Great race for the McLaren team, and I'm very happy to see them there on the top step of the podium. Maar goed, hier ben dan dus de raceuitslag. Lando Norris wint zijn allereerste grote prijs in F1 22. My Team Karemo, George Russell naar het podium. Charles Leclerc maakt het podium compleet derde. Schwartzman naar de punten, goed gedaan. Verstappen krijgt Driver of the Day, doet hij goed. Wij zakken terug tot P11 in het coureursklassement. En staan nog steeds zesde in het constructeurskampioenschap. Dus dat doen we wel goed. Maar heel knap van Lando Norris, alhoewel vertrok van pole en heeft de race gewonnen. Ja, doe dat maar even na. Dat kunnen wij op dit moment nog niet doen. Sponsorgeld is binnengeharkt, jazeker. Goed gedaan. Wel hebben Richard en ik schade gereden. Beiden ongeveer 30.000 verspild. In totaal 10,91 miljoen dollar op de bank. Goed gedaan. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook om je het niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. Je kan van mij zaterdag en zondag My Team Career Mode verwachten om 1 uur. Standaard tijd. Nederlandse tijd. Noem het maar op. En ja, dan zou ik zeggen, volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Het zou leuk zijn als je me even een follow gunt. En zo niet, ja, dan moet ik daar maar mee leven. Maar vooral abonneren. Abonneer gewoon als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, deel deze video met je maten, met je familie, weet ik wat. Wat mij betreft met een zwerver. Als deze maar zoveel mogelijk bekeken en geliked wordt. Maar goed, dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.